Hoi beste sporters, vandaag even een buikspierkwartiertje. Wat we gaan doen, we beginnen met twee oefeningen, 30 seconden werken, nog een keer 30 seconden werken. Wat we gaan doen is een leg lift en flutter kicks. Ziet er als volgt uit. Je gaat liggen, handen onder je billen en ellebogen tegen de grond aan, schouders van de grond af. En we beginnen met de leg lift. 30 seconden in 3, 2, 1, go! Nog 10 seconden. Kwartier, 5, 4, 3, 2, 1, en weer lekker netjes. Nog 10 seconden. Nog 10 seconden. 3, 2, 1, rust. Vijf, vier, drie, twee, één, flutter kicks. Je mag tussendoor best even overeind komen met je heupen een beetje los te maken. Ontspannen. Nog 10 seconden. 2, je komt hier aan. 3, 2, 1, let's go.
Nog 10 seconden. Zijn er bijna. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Even een beetje losmaken. Oké, de volgende oefening die we gaan doen is best wel complex. Ik denk dat je in meerdere varianten mag gaan doen. Het gaat over de Hiii sit-up, alleen we doen hem in een crosshouding. Dat betekent dat we rechterarm naar de linkervoet brengen, linkerarm naar de rechtervoet. Dat houdt in, als ik hier ga liggen, wil ik al eigenlijk mijn armen wijd houden. Vanuit hier de buik aanspannen. Dan kom ik met deze hand omhoog en dit been op. Dan krijg je dit. Vind je dat te moeilijk? Wat je dan kan doen is naar je knieën toe gaan. Dus dan ga je vanuit hier naar hier. Dat is meer dan voldoende. Lukt dat niet, dan hou je je voet daar. Dan tik je hem gewoon elke keer zo aan. Yes? Oké, we gaan zo weer starten. Wat we doen, 30 seconden de ene kant, 30 seconden de andere kant. Dus niet om en om. Tijdens de 30 seconden is 30 seconden één deel. Daarna 30 seconden rusten, heb je 30 seconden weer het andere deel. Oké, we gaan starten in 3, 2, 1, let's go. Je zult al gauw merken dat de zijkanten snel gaan verzuren. Probeer wel de buik aan te blijven spannen. Dus wees bewust van je oefening en span die buikspieren aan. Dus buikspieren aanspannen is eigenlijk het verkrampen van en niet het intrekken van de buik. Komt die weer aan. 3, 2, 1, andere kant. Die weer aan. 5, 4, 3, 2, 1, en go. Tien seconden. Twee,
5 seconden. Komt ie weer aan. 1, 3, 2, 1, en go. De laatste oefening is een tabata. Dat betekent dat we 8 rondes van 20 seconden werken, 10 seconden rustig gaan doen. Wat we gaan doen is een heel touch. Dat betekent vrij simpel de ankles aantikken. Wat belangrijk is dat je je schouders van de grond afhaalt, zodat je onderrug zo goed mogelijk tegen de grond aan blijft ter ondersteuning. Voor de rest, hoofd een beetje neutraal houden, een beetje naar het plafond kijken. Handen tegen de enkels. Wil je moeilijker maken, hou je voeten naast elkaar. En dan breng je ze eventueel een stukje naar voren, dan wordt je beweging wat groter. Yes? Oké. Komt die aan in 3, 2, 1, let's go. Schouders van de grond.
En de laatste. 3, 2, 1, let's go. Gaan weer terug met de billen naar de hakken. 1, 2, 3, 4. Gaan weer langzaam terug naar voren. 1, 2, 3, 4. Mag je je tenen op de grond zetten. Dan gaan we met de billen naar de lucht. 1, 2, 3, 4. Dan knijp je rustig met je handen terug naar je voeten. En rustig omrijd. Sta er weer achter. Arm diep in. En blaas uit. Ja, nee. Blaas uit. Lekker gewerkt.